Wat we nu gaan doen is een thema dat ik zelf gemaakt heb en waar ik heel veel uit geleerd heb, heel veel code in zit, van SourceForge of het Aurora Conky team dat ik online heb gezet. Dus dit is een van de voorbeelden. Het zijn drie wallpapers. Maar je kan hier het netwerk bekijken, de memory bekijken, alle harde schijven die erin zitten. Ook welke naam van welke soort van harde schijven, waarom dat die zijn enzovoort. Dat vond ik interessant om te weten. Welk moederbord dat erin zit. En welke processen eigenlijk weglopen met uw CPU-kracht. De Nvidia-kaart, die dit te warm werd. Op een moment is een probleem geweest. De weersvoorspelling, de tijd en de kalender. Dus die informatie is allemaal beschikbaar op het scherm, uiteraard niet allemaal tegelijk. Als je dat wenst, zet je de blokken af. Ik heb het blok per blok gemaakt, waardoor je dus kan kiezen. Ik heb ook Spotify is een keer gemaakt, dat ik kan zien wat er eigenlijk aan het spelen is op dat moment. Allemaal interessante informatie. Dus je gaat naar hier en je gaat dat downloaden. We gaan dat dus helemaal voordoen. Direct link, 2 seconden. Voilà, save file, oké. Weg dat schermpje, we gaan naar de home. En dan gaan we naar de download. Zo. En dan gaan we naar dit hier. Rechtermuisklik, extract hier. Dan hebben we Aurora versie 2. En hier zit dus alles in wat we moeten hebben. Nu ben ik inderdaad mij aan het afvragen. Ik denk dat we nog één klein foutje moeten zeggen. Bij de README moet ik gaan zeggen, display, dat we daar de 2.0, de versie 2.0, het zit ondertussen al een versie 2.3, om daar die tekst af te doen. Dus die versie 2.0 moet eraf. Want in alle code staat er puur Aurora. Kan ik dat weten? Hoe weet ik dat? Door te kijken naar die code. Dus al die code heb ik geschreven. Dus die Aurora verwijst dan naar, niet naar versie 2. Dus dan gaat dat niet werken als je dat niet aanpast. Dus dit hier ga ik cutten, dan mag hier weg. Naar Erik. Waar zitten nu die conky files? Ze zitten verborgen. Met Ctrl-H krijgen we veel meer elementen, mapjes, die er juist niet waren. Dat zijn de punt mapjes, dat zijn de verborgen mapjes. Dus de conky files moeten hierin komen. Dus als je dat opzet, dit zijn alle widgets aanwezig. Dat zijn die mapjes die hier staan. Hier, Miu, Miu, conky CMOD, Gotham, Gotham enzovoort. Dus hier doe ik rechtermuisklik, klik plakken. Dus heb ik dat van daar naar daar verhuisd. Daarom zit dat hier nog niet in. Vandaar dit knopje, refresh. Ondertussen staan hier allemaal opties. Dus de Aurora, de kalender, wordt nu opgezet. Uiteraard staat die op mijn tweede scherm. Dit is een tweede scherm, een dual screen, DS, Aurora DS, dual screen, conky thema. Dus je ziet dat momenteel niet. Wat bijvoorbeeld wel op dit scherm zal gezien worden, is de network ports. Zie je, dat zit wel degelijk, dat wel degelijk werkt. En Nvidia panel. En alle zaken kan je opzetten. Wat nog interessanter is, ik heb ook een thema ervoor gemaakt. Bijvoorbeeld het Cobra thema, krijg je de wallpaper en alle elementen, alle widgets erbij bovenop. En zo hebben ze een aantal keuzes, een aantal templates. Bijvoorbeeld de dog is wat meer de groen van achtergrond. Zo kan je dus zelf een thema kiezen en kan je dat blijven aanpassen. Hoe ga je dat aanpassen? Als het iets niet naar je goesting is, naar je zin is, dan ga je bijvoorbeeld harde schijf nemen en je zegt potloodje en je gaat die code herschrijven. Waar herschrijf je code? Ofwel de kleuren wat aanpassen, ofwel staat het niet op de goede plaats, of die border niet groeit. Dit is de goede plaats. En voor de rest is dit de code. Wat je eigenlijk te zien krijgt, staat onder tekst. En dan is het een kwestie van te kunnen lezen wat waar staat en wat je moet aanpassen. Zo leer je een heleboel via Google. Succes met het aanpassen!